Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maurice de Hond, opiniepeiler en data -analist. Dag Maurice. Wij gaan het met elkaar hebben over modellen en over het spannende en ook wel zorgwekkende thema van oversterfte... Maar we gaan dat van verschillende kanten belichten. Het is natuurlijk nu iets wat, wat volop ook speelt. Uh, misschien niet zozeer in de reguliere media, maar je ziet het toch ook op, uh, zeker ook op, op, op YouTube, uh, maar ook alternatieve media verder, dat het echt een thema is. Uh, er worden ook vragen over gesteld. Uh, parlement, uh, Engeland, uh, Australië, Duitsland. Uh, ja, je merkt dat het wereldwijd nu toch wel uh, een thema is. Maar voordat we het gaan hebben daarover, nog even de kijker uh, attent maken op onze eindejaarsactie. Uh, zoals jullie weten zijn we geheel afhankelijk van jullie gulheid uh, willen we dit soort programma's kunnen maken. Uh, vorig jaar hebben we via onze actie meer dan 3.500 mensen bereikt. We zitten nu op uh, 600. Nou, hopelijk uh, vinden jullie reden om ons ook dit jaar weer te steunen, zodat we volgend jaar weer vergelijkbare programma's kunnen maken. Dus steun ons. En 30 december hebben wij uh, weer onze, ik kan het bijna zeggen, onze traditionele eindejaarsavond van 7 tot 12. Waar ook uh, Maurice uh, de Hond aanwezig zal zijn. En uh, We gaan dan allerlei thema's uh, bespreken die uh, dit jaar de revue zijn gepasseerd. Dus uh, kijk, en zet het alvast in je agenda. En uh, laat vooral uh, je steun aan ons uh, zo snel mogelijk uh, zich vertalen in concrete acties. Goed, Maurice, oversterfte en modellen. Daar gaan wij het met elkaar over hebben. Ook toch uh, laten zien hoe complex eigenlijk een en ander is. Uh, laten we eerst maar eens beginnen met uh, modellen. Uh, dat is ook iets waar jij uh, zelf natuurlijk zeer uitvoerig mee uh, bezig hebt gehouden op allerlei terreinen. Uh, misschien is het goed om daar in zijn algemeenheid eens even met elkaar over van gedachten te wisselen. Ja, kijk, wat je doet eigenlijk in modellen, je, je verzamelt de data. Je ja. ziet een bepaald onderwerp waar je erg in geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld de verspreiding van de besmettingen of het aantal ziekenhuisopnames. Of, uh, overlijdensgevallen of de totale overlijdensgevallen. Ja. En dan heb je door de jaren heen, zie je cijfers. En wat je vervolgens modelmatig doet, je probeert die cijfers te laten verklaren door iets. De, en gaat, je gaat dus factoren <tie> toevoegen om uiteindelijk een optimale verklaring te vinden... waarom de tabellen lopen zoals ze gaan lopen. Ja. Bijvoorbeeld, we weten dat in de winter er altijd meer mensen overlijden dan in de zomer. Ja. Nou ja, dat is dan een, een gegeven. We weten dat als er een grote hittegolf is, dat er meer mensen overlijden. Maar, we, maar er zijn ook andere factoren. Bijvoorbeeld is er een grote griepepidemie of niet? Of uh, we hebben met Covid. Uh, wat is er aan de hand? Hoe, hoe is het weer? We weten dat de luchtvochtigheid er een factor bij is. Dus wat je gaat proberen is, je maakt een model van iets waar je erg in geïnteresseerd bent. Enerzijds. Om te kijken, kan je dan de historie verklaren door er drie, vier andere factoren aan, to aan toe te voegen, in verband te brengen, zodat uiteindelijk de curves begrijpelijk zijn, dat je echt begrijpt waarom het zo loopt, zodat je ook naar de toekomst toe een vorm van voorspelling kan maken. En dat zijn bijvoorbeeld ook de modellen waar het RVM mee heeft gewerkt, om uiteindelijk de voorspelling te maken waar ook veel maatregelen op zijn gebaseerd. Het probleem daarvan was dat wat normaal is in de wetenschap, als je die modellen maakt, dat je helemaal transparant bent. Zeg, dit is mijn model, hier is de, ik zeggen, eenvoudig, de Excel-sheet met de cijfers erin. In feite ja. is het complexer dan dat, maar dat maakt even niet uit. Dat is volledig transparant, zodat je precies kan zien, wat is het gevolg van de aannames. En dan kan je ook als andere wetenschapper zeggen, ja, maar als ik die aanname nu iets, iets verander... Wordt dat model misschien beter of slechter? Of kan ik er nog een factor aan toevoegen? Dat is zoals we altijd in het verleden met elkaar werkten. Ja. En waarbij waar we ook verder kwamen. En dus ook mensen elkaar konden attent maken. Maar als je deze, dit verandert in het model. dan wordt het misschien nog een betere voorspelling. Of dat als er iets totaal mis is gegaan, dat je zegt: ja, maar dat komt ook door dat. En ja. dan, nou, dat is wat er. Normaal met modellen tot nu toe ja, gebeurde. Eh, we hebben hier ook regelmatig Ronald Meester gehad bij de, de Nieuwe Wereld. Hij komt trouwens binnenkort ook uit met een boek over modellen. Hij is hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Hij weet er veel meer en van dan ik. Hij, hij weet er nog veel meer van dan, dan jij. Hij wijst er natuurlijk ook op dat het heel belangrijk is ja, wat voor selectie je maakt. In feite raak jij daar natuurlijk ook al aan. Hè, dus wat voor uh, parameters je, je hanteert bij het uh, opzetten van een model. En dat is zelf iets ja, waar, waarin um, al, al keuzes liggen. Hè? De kwaliteit waarin ook al, van de data dus. Ja, de ja maar ook dus de, de, het selecteren van wat, laat je mee, wat ga je erin zetten. Ja, zeker. En, eh, um, en, en heb je daar de data wel uh, van? Eh? Want ja, je kan natuurlijk allerlei zaken meten, maar um, het is dan nou maar de vraag of, of je bij die meting uh, werkelijk oog had voor factoren die, die wellicht mee kunnen kunnen spelen. Dus daar zitten heel veel al onzekerheden in, in, in de factoren die je, die je laat uh, meewegen of die je meeneemt in je, in je model. Dan is natuurlijk zoiets als tijd ook heel belangrijk. Hè? Over welke periode uh, meet je? Um, ben je bewust van uh, ja, de rol die die, die, die tijd daarin uh, speelt? Nou, de plaats, hè, waar we, Welke ja. populatie kies je? Uh, ja, en de ja. factor die natuurlijk heel belangrijk is waarover wij spreken... is de verschil uh, in, bij, per leeftijdsgroep. Ja. Omdat ja. dat enorme grote verschillen kunnen zijn. Ja. Als we kijken naar sterftecijfers, ook bij, uh, rondom corona... Dan, dan was de impact natuurlijk op ouderen een hele andere dan op jongeren. Ja. En als je, als je bijvoorbeeld je cijfers daarin niet goed uh, differentieert... dan ook dan kan je hele verkeerde conclusies trekken. Ja. Nou, ik, ik refereerde er al aan bij de inleiding. Er is, er is nu wereldwijd toch wel een discussie gaande. Ook, ook, ook binnen de wetenschap, toch inmiddels echt serieus. Rond dat fenomeen van, van, van oversterfte. Ja, ook daar zitten we natuurlijk met die modelvraag. Er zijn ook mensen in Nederland die zich heel kritisch hebben uitgelaten over mogelijke suggesties. Dat, dat die oversterfte zou worden veroorzaakt door vaccinatie. Uh, Maarten Keulemans heeft het ook op allerlei manieren ook laten zien. Van nou, dit is nog is maar de vraag of dat zo eenduidig is. Of sterker nog, hij, hij debunkte eigenlijk die, die these. Um, ja, en je ziet ook opmerkelijke verschillen tussen landen onderling. Uh, dus dus ook, ook wanneer je zo'n vraag hebt rond, rond vaccinatie en oversterfte. Ja, is het allemaal nog niet zo simpel. Uh, nou, um, st stond daar uh, op, op jullie website 12 december een um, interessante bijdrage. Um, ik had in, in andere contexten uh, ook via uh, Theo Schetters uh, al het een en ander toegestuurd gekregen. Het is, denk ik, belangrijk ook voor uh, de community-richtlijnen dat we hier niet gaan zeggen dat de oversterfte wordt veroorzaakt door uh, 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 de vaccinatie. Um, ...maar je zou zo'n vraag wel kunnen onderzoeken natuurlijk. En uh, ik denk dat dat wel een, ook een relevante vraag is... ...omdat we ook bij de laatste vaccinatieronde toch wel hebben gezien... ...dat uh, nog iets van 3,8 miljoen mensen zich hebben uh, laten boosteren. Dus gewoon de, de vraagstelling zelf lijkt mij in ieder geval legitiem. En de, en de vraag is dan, ja, hoe, hoe, zou je dat, hoe zou je dat nou kunnen gaan wegen? Hè, dat, uh, in hoeverre dus, dus vaccinatie een rol speelt bij eventuele oh, uh, ja, oversterfte, eh, zonder dat we hier claimen dat dat uh, het geval is. Maar hoe zou je het kunnen gaan onderzoeken? Ja, nou, het belangrijke is dan wel mee te nemen dat wat je merkte, eigenlijk bij al dit soort discussies, dat, dat, dat ook daar het niet om data gaat, maar bijna om geloof van tevoren. Ja. En dat vervolgens, afhankelijk van welke visie je hebt, je naar de data kijkt. Ja, en... dus maar wij zijn misschien ook al vooringenomen, dus dan moeten we ook soms ja, 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 bewust maar... zijn. Maar... Maar ja, dus... dat gebeurt heel sterk en dat je dan... Ja, de, de, er is een groep die, die zegt... ja, het heeft eigenlijk niets met of vrijwel niets met vaccinatie te maken. En dus moet je, als je dat vindt... dan moet je de rest kunnen verklaren op een bepaalde manier. Ja. Of, en dat is weer een uh, andere groep... die veel koppelt aan, aan vaccinatie. Ja. En uh, nou, wat, wat uh, Herman Stijfstra van uh, ons Green Team... ...samen met Anton Teunissen van Virusvaria, dat is een website, gedaan hebben. Ja, want en nou... het Green Team, misschien goed even voor de luisteraar, wat is dat precies? Nou, op een, toen ik bezig was met de website, hebben een aantal mensen zich uh, opgeworpen om te zeggen van... ...er was toen ook een Red Team, ja. wij zijn dan een Green Team... ...en wij proberen via data analyses te maken en te kijken wat wij ja. dan uh, daarvan zien... En ik, dat, dat moest dan voldoen aan mijn, de normen van mijn website. Ja. En wat ik altijd was, mijn eis transparant zijn. Dus, ja, dus dan de... weet je wat je aan het doen bent. En weet wat, wat, wat er en, getoond en andere, wordt. Ja, en anderen dat ook controleerbaar te maken. Ja. Dus als er bij ons modellen komen, dan komt alle data open... en dan kan ieder daar in die data gaan en zeggen... Ja. Ik, als ik er een andere aanname doe, dan zie ik ook iets anders eruit Ja. En, um, en in dit geval zijn zij aan de slag gegaan om te zeggen van... nou er is dus een, een oversterfte die onverklaard is. Ook CBS zegt, we hebben een onverklaarde oversterfte. Uh, we weten niet waar dat komt, maar in ieder geval komt het niet door vaccinatie of zo. Waar, waar, waar spreken we nog over, uh, Maurice? Als we het over die oversterfte hebben? Nou ja, als we zien wat er, wat er op dit moment... Uh, uh, laat ik zeggen, gemiddeld in Nederland sterven er per week 3000 mensen. Mm -hmm. uh, de marge daarboven is zo'n 400, 500. Als je daar boven zit, is het oversterft. Mm -hmm. En in de meeste weken op dit moment is het boven die 500. Dus 600 me mensen sterven er uh, meer dan het, dan het verwachte aantal en, de en 100 meer dan de bovenmarge. Maar dat is eigenlijk ook nog raar, want dan hebben ze per week een oversterfte. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat is de verwachte sterfte per maand en wat is daar de ja, oversterfte dat van? Is, dat is zo'n een tijdsfactor. Ja, dus je kunt de, best op één week dat er geen oversterfte is, maar de week daarop dan misschien we weer veel meer. Ja, maar je meer. moet eigenlijk over meer sterfte praten en niet over oversterfte. Ja. Want meer sterfte is hoeveel meer dan er verwacht waren. En daar zitten ja. we uh, fors hoger dit jaar. Ik weet ja. niet uit waar we zitten, maar in bijna alle landen is de, is de meersterfte tussen 10 en 20%. In bijna alle. Hè. Er zijn ook landen ja. waar wat, wat uh, outliners te zijn. Ja. En dat is eigenlijk ja, wel... Ja, Finland bijvoorbeeld. Hè. Dat ja, maar, maar dat, ja. dat is eigenlijk bezig sinds begin 2021. Dus er was een meersterfte die in on... het begin van de coronaperiode evident aan corona lag. En daarna zien we meer meersterfte waar veel meer discussie over is. Ja. Waar komt dat nou door? En dat is voor een deel zeker ook corona... Maar voor een deel komt het uit andere bronnen en daar is de grote discussie over. Ja, en dat is wel to toch dusdanig serieus dat. Eh, ik, ik keek ook naar een, uh, uh, uitzending van, of een paar uitzendingen eigenlijk van, van John Campbell. Je kunt hem ja. ongetwijfeld ook, die, uh, ja, die er toch op attenderen dat uh, ook dit jaar met meer oversterfte uh, te maken hebben dan uh, de, de oversterfte ten tijde van corona. En, uh, ja, en dat, is, en, en dat is in heel veel landen het geval. Ja. En dat is gewoon ja, zorgwekkend. Laten we het niet over deze piek hebben. Nee, dat is de, nee, dat, dat de, de, de piek die, die daar zit. Dat is de, de beginpiek. Ja. Maar wat je nu ziet in heel veel landen is gewoon eigenlijk een vrij constante. constant betekent als je het over maandniveau kijkt. Ja. Mm -hmm. van een, te ho een hogere sterfte dan ze verwacht hadden. En daar, ja, dan zou je denken, hopen dat er massaal naar gezocht wordt. wat nou de verklaring is. En dan hoeft het ook nog niet helemaal eenduidig te zijn. Maar ook daar heb je de indruk dat dat uh, ja, minder diepgaand wordt... dan als we ineens een oversterft in 2015 hadden gehad... Ja. waar we wel met z'n allen opgedoken waren om te kijken ja. of wat. Ja, en... ja, nou heb ik hier ook een, een gesprek gehad met uh, Louis Cruz... naar aanleiding van de effecten van, uh, van de lockdowns. Hè. En uh, mm -hmm. hij um, waarschuwde er toen al voor. Dat hij zei, ja, je moet, moet toch wel goed in de gaten houden. Die, die lockdowns die, die ontregelen het leven van mensen toch wel heel fundamenteel. Uh, niet alleen uh, uh, psychisch, maar ook echt fys fysiologisch. Uh, veel minder beweging. Uh, we hebben ook uh, nadien gezien dat uh, het lichaamsgewicht van velen aanzienlijk was toegenomen. Uh, dat er weinig uh, wordt, wordt gesport. Uh, en hij zei: ja, gesteld dat dat bij één op de duizend mensen leidt tot, tot uh, nou, serieuze klachten. Ben je er al? Hè, dan, ...dan heb je al uh, een enorme populatie. Hè? Dus, dus dit kan ook een factor zijn. Eh, van, eh, dus wat er met mensen is gebeurd, eh, mede als gevolg van die lockdowns... Eh, ...stress, weinig beweging, toename lichaamsgewicht... Eh, ...nou ja, eh, daar kunnen eh, allerlei hart- en vaatziekten aan gerelateerd worden eh, enzovoort. Dus, Um, dat is wellicht één factor. Nee, Er zijn zeker ja. een combinatie van factoren en het is ook niet zo verschrikkelijk makkelijk om dat dan te onderzoeken. Ja. Alleen je zou wel hopen dat dat massaal gebeurt, omdat ja. het wel iets heel bijzonders is wat we hebben. Ja. Ik bedoel, als, er, als er in een jaar 20, 30.000 uh -huh. mensen meer overleden dan je eigenlijk zou mogen verwachten, dan is dat toch wel iets waarvan je zegt, nou ja, dat, daar zouden onder systeem boven moeten komen. Ja, te, te meer ook, omdat we, we hebben natuurlijk uh, dit, dit, dit het hele beleid ook ingezet om uh, schade te beperken. Als nadien blijkt dat die schade juist uh, ja, misschien uh, nog wat meer wordt dan je aanvankelijk... Da ook, ook uh, puur in uh, termen van gezondheid... dan is dat in ieder geval ook bij de evaluatie van zo'n uh, benadering een heel belangrijk uh, gegeven. Ja, maar tegelijkertijd ook... En dat was het punt wat we toch ook al veel langer hebben gezegd, is dat ook ten aanzien van vaccinatie het zo was dat... Ik bedoel, de exacte cijfers weet je niet, maar je weet wel, het kan nooit totaal ja. veilig zijn, nee. niets is totaal veilig. Dan kan je wel in de situatie dat het per leeftijdklasse een ander soort afweging kan zijn ten aanzien van wat ja. is nog het belang om te vaccineren in relatie tot... Hoe groot of klein het ja. risico ook is. En ook ja. die discussie, of dat gesprek werd ook niet aangegaan. Ja. Want bedoel, wat ik echt heel opvallend vond was. Terwijl er uh, nogal wat landen waren. waar de, de laatste booster boven de 50 jaar werd gegeven. Ja. was dat in Nederland vanaf 12 jaar. Maar ik ja. heb nooit een kritische vraag over hoorstel. Ik heb ja. nooit uh, gehoord vragen van. Goh, maar in, Noor in Denemarken is het. Waarom doodig, doen ze waarom dat? Waarom doen wij dat wat, wat, dan wat niet? Zijn, wat zijn hun afwegingen ja. nou eigenlijk. om wat, dat zo te doen? Ja, en waarom doen wij het, wij het niet? Ja. En, en, en dat, dat aspect dat had veel eerder volgens ja. mij al gemoeten, maar dat, dat zie je dan niet. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met die evaluatie te maken, hè? waar we ook al eerder over gesproken hebben. Dat je eigenlijk nu, nu het toch wat rustiger is, uh, ja, toch met elkaar zou moeten terugkijken. Van wat ja, maar we daar een, ja, de evaluatie hmm. zeker. Maar er zat ook een component die ik ook echt terug heb gehoord van mensen uit de medische sector, uh, waar ik ook regelmatig mee sprak. En die zei: ja, Weet je wat ons probleem was? Ons probleem was ook dat als wij de echte zorg die we ook ten aanzien van de vaccinatie op sommige punten hadden voor mm. leeftijd, dat we ook het gevoel kregen dat dan uh, meer mensen het vaccin niet gingen nemen dan we eigenlijk wilden dat ze zouden nemen. Dus, mm. dus, dus zij zeiden zoiets van: als we hadden gezegd, ja, onder de 50 moet je het eigenlijk niet doen, dan zouden misschien ook mensen boven de 50 niet doen. Maar het gevolg was wel. Dat ze een aantal dingen steeds gingen ontkennen. Bijvoorbeeld dat menstruatieproblemen bij vrouwen ja. werd heel lang genegeerd en on nou, nee, ontkend. Ja. Totdat het uiteindelijk, terwijl je, als je om je heen, ho hoorde je veel ervan. En dan merk je dat daardoor het vertrouwen ook wat, wat gaat verdwijnen. Nou ja, dat hebben we hier natuurlijk vaker ook aan tafel besproken. Het is juist, denk ik, bij zo'n precaire situatie heel belangrijk. Dat je wel uh, de, de, de waarheid blijft spreken. Ook, zeker ook als overheid. Eh, omdat je ja, anders het risico loopt uh, dat, dat de instituties worden gewantrouwd. Ja, eh, nou, en... is, dat is wat uiteindelijk steeds daardoor wat me, meer ja. is gebeurd. Of duidelijk meer is gebeurd. Dus. dus um... Nou, we, 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 we hebben de afgelopen periode gezien hè, hoe er toch uh, het een en ander naar boven kwam. Ook die problematiek rond de myocarditis. Uh, ook, ook getallen waarbij bleek dat ook, ook bij, bij jongeren toch echt bepaalde aandoeningen veel meer voorkwamen dan uh, in, in, in het verleden. Hè, dus dus uh, je kan zeggen: nou ja, goed, dat, 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 dat ouderen worden getroffen um, uh, ja, heeft misschien ook gewoon te maken met hun specifieke omstandigheden. Uh, maar dat ook jongeren kennelijk uh, ja, in, in, in substantieel ook, uh, aan, aan klachten lijden of, of zelfs komen te overlijden, ja, dat, dat is eigenlijk des te meer reden tot zorg. En, en ook iets om ja, uh, helder te krijgen, precies waar het gaat om zo'n vaccinatiecampagne. Ja, want en er waren ook weer mensen die zeiden, ja, dat kwam allemaal door het, uh, door het corona zelf, hè, dat meer kwam. Maar dat, dat als je nu de studies daarover leest. Is dat echt niet zo dat dat met name door, ja. <laughs> door corona is gekomen. Maar wat, wat, uh, wat dus Herman Schrijf Ja, wat, en, en, ja, wat, en wat de... hebben jullie gedaan of wat hebben zij gedaan? Nou, wat ze gedaan hebben, is gezegd hebben van laten we nou eens vooral die, naar die cijfers kijken. En wij gaan een model maken, wat ook heel transparant is. En één belangrijk punt wat, waarmee ze starten, was de volgende. Als jij in een bepaalde periode in het verleden oversterft hebt. Uh, bijvoorbeeld in de, er is een heftige griepperiode. Uh, ja. Wat er dan vrijwel altijd gebeurt, is daarna komt er een periode van ondersterfte. Ja. Waarom? Omdat je eigenlijk kan zeggen... door die grote griepperiode zijn gemiddeld een aantal oudere kwetsbare mensen... Nou. een half jaar eerder overleden. Ja. Zodat het arsenaal van mensen wat kan overlijden... Uh, ja, het zwakkere deel kleiner. van de populatie. Dus ja. je, hebt, ja, je hebt een soort, soort evolutionaire principe. Ja. Survival of the fittest. Degene die meer fit zijn, die overleven dan... Uh, en dat betekent dat je na zo'n golf uh, ja. eigenlijk on ondersterft. Ja, eigenlijk. En daarom zie ja, je ook altijd, de, um, ja. als je de normale golf van verwachting per jaar ziet, zie je in de winter een gemiddelde hogere verwachting dan in de zomer. Dat ja. is de normale golf. Dan heb je soms hittegolven ja. die dan nog een beetje tussen zitten. Maar wat je dan altijd ziet, er is eerst oversterft en daarna een soort ondersterfte, of althans hogere sterfte en lagere sterfte. Ja. En wat zij dus gaan gaan doen, is om eerst te zeggen... als we nou eens naar de grafieken van het overlijdensgevallen kijken... Mm -hmm. en dan kijken we niet naar deze curve zo... maar we zeggen nou, wat de verwachting was, dat zetten we op 100%. Ja. Want anders zit er al een andere curve in. Ja, dus ja, dat, dat is ja, het jaargemiddelde. Nou, het, 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 het verwachte gemiddelde voor die week... Okay. Wat dat is dan, ja. Want anders, okay. dus daardoor, dus die beweging haal je er dan al uit. Mm -hmm. van, en dan ga je dan kijken: van oké, okay, hoe heeft de sterfte zich dan ontwikkeld? En dan ga je eerst natuurlijk de coronasterfte ervan afhalen. Nou, um, en je gaat kijken: van oké, okay, als dus oversterfte um, in een bepaalde periode voorgedaan, dan, dan ben je een arsenaal mensen kwijt. Dus een deel van de lagere cijfers lager. Dan kan, er nog steeds, kan je onder de 100%-grens zitten, maar eigenlijk nog een vorm van oversterfte hebben. Ja. Omdat er eigenlijk veel, meer, veel minder mensen hadden moeten sterven. Ja. Omdat je arsenaal van mensen is afgenomen. Ja. Ja. Dus ze zijn eigenlijk de curves gaan aanpassen naar dat oversterfte-ondersterfte. Ja, dus dat hebben ze in het model eigenlijk meegenomen. Ja, dat hebben ze meegenomen. Om, om, om helderder te krijgen van wat, wat, ja. er, wat er gebeurt. Wat gebeurt. En vervolgens zijn ze gaan kijken... en dat zie je eigenlijk een beetje in deze grafiek... waar we niet de diepe winter, maar de donkerrode... zijn dan de mensen door corona. De roze zijn de mensen met corona overleden. Ja. En alles wat blauw is zijn overige oorzaken. Hoe, hoe kon je dit uh, verschil uh, uh, achterhalen? Ja, dat, kwam, dat, kwam, dat kwam uit de statistieken, uit de beschikbare cijfers. Okay. En, en dan zie je ook dat in die periode het vooral door was... en op een gegeven ja. moment wordt het steeds minder... Ja. En hier zit je dan in de Omicron-periode. Maar dit, dit kan zeg maar, ook iemand die, uh, die binnenkomt, uh, die, die komt met hartklachten, uh, uh, overlijdt uiteindelijk aan een hartanval. Ik noem maar even Ja, wat, maar heeft corona? Uh, maar maar, dan, maar heeft, ja. Wordt tegelijkertijd positief getest. Dat zijn de roze. Dat is de, 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 de groep roze. Ja. Bij de overlijdensgevallen. Ja. En ook daar, en dat is het model, is totaal transparant. Dus je kan zien op welke aannames dat gebaseerd is. Maar het meest belangrijke is natuurlijk. Wat zijn die blauwe lijnen? Want die blauwe zijn, zijn eigenlijk de andere overlijdensgevallen. En die overlijdensgevallen is door een combinatie van, van zaken. Ja, dus dat is deze onderste, ja. De onderste groep. Ja, en, en, en je moet bedenken dat, dat de, ja, de grafiek dat, gaat veel lager ja, door. Ja, precies. precies, we, dit, is, precies. We gaan, dit is de 100-lijn. We, we, we zitten, we zitten aan, de, aan de bovenkant. Ja, de, de die... lijn begint op 80%. Precies, precies. Want de rest dit... zit er dan onder. Ja. En wat ze vervolgens ja. gedaan hebben, is gezegd: Oké, okay, nu, nu nemen we de, de vaccinaties. En wat we bij de vaccinaties gaan we ook een aantal aannames doen. Nogmaals, ja. het zijn allemaal aannames. Ja. Van de aanname is, mocht er dus iemand uh, door de vaccinatie overlijden, dan ook dat ga, gaat misschien maar voor een deel relatief kort daarna. Maar dat kan ook in een langere periode daarna. En uh, dat wordt dan wat uitgesmeerd over een grotere periode. Mm -hmm. En vervolgens wordt er gezegd, oké, okay, als we dan... En eigenlijk moet je dan naar de blauwe lijn kijken, want de blauwe lijn zijn de overgesterfdes. Ja. Hoe gaat dan, als je die, die onderste dikke lijn hier pakt, dat is de, de vaccinatie, het aantal vaccinaties wat er gezet zijn... Ja. Uh, die wordt dan gezet naar van, stel, uh, als stel dat dat tot een bepaald aantal uh, sterfte zou leiden. Mm -hmm. Hoe zou dan de sterfte door vaccinatie in het model passen? Dan zou dit dat zijn. Ja, dus dit is dus een, hypo, een, een hypothetische hypo uh, uh, ja, lijn. Ja, onder die, 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 die dat is het. Uh, die er komt onder de, onder de aannames die van tevoren zijn neergezet. En die veranderd zijn. En dan kan je kijken hoe die stippenlijn zich verhoudt in patroon bij die blauwe lijn. Waarbij waar je uitgaat dan van een bepaald risico of een bepaald percentage. Ja, ja, dat, He, want dat is. Ja, maar op basis zo. van analyses komt daar een cijfer voor, maar dat, dat hoeft niet het cijfer te nee. zijn. Dat is een aangenomen cijfer. Waardoor je zo'n grafiek kan, ma waardoor kan maken. Waardoor je zo'n grafiek kan maken. En ja. waarbij je kan zeggen, nou, in welke mate past dan die grafiek? Bij wat we in werkelijkheid tegenkomen. Ja. Waardoor, naarmate die grafiek beter past. dan zou het dus verklaarbaar kunnen zijn. Maar er kan ook een andere factor zijn die, ja. die je niet ziet. En op basis daarvan, dat is wat we met deze proberen. is proberen dan nou eens een discussie ja. over aan te gaan. Ja, precies. Nou, want als ik even dan kritisch er gewoon naar kijk. Hè, uh, en dan kun jij gewoon antwoorden wat, wat, wat er gebeurt. En je zegt van ja, maar er worden natuurlijk toch hoofdzakelijk uh, waarschijnlijk ouderen ge geboosterd. Hè? Zeker in die, hoe, hoe verder je in de, in de grafiek komt. En die, uh, de kans dat die, bijvoorbeeld in verpleegtehuis dat die binnen een termijn van, van negen maanden sowieso zouden komen te overlijden, die, die is veel groter. Dus uh, raak je de grafiek dus niet wat vertekend door, door de... Laten we zeggen, oververtegenwoordiging van een populatie met een hoogte, hoge sterftecijfer. Snap, snap je wat ik bedoel? Ja, maar, eh, maar je hebt een, je hebt, je hebt een antwoord. Misschien. Ja, ik heb nieuws voor je. De meeste mensen die overleden zijn oud. Ja. Het gaat altijd ja. om vrijwel ja. altijd ja. om oudere ja. mensen. Ja. Dus deze hele grafiek is eigenlijk vooral oude mensen. Ja. En ook de mensen die gevaccineerd zijn, zijn vooral oudere ja. mensen. Zeker in de, de latere periodes. Dus dat zit erin. Maar nogmaals. Elke tegenwerping zou een relevante tegenwerping kunnen zijn. Wat we geprobeerd hebben hiermee, ja. is, is een soort discussie, gesprek tot stand te brengen. Om te zeggen: stel nou eens dat deze aannames kloppen. En het wordt onderbouwd waarom ze deze aannames nemen. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat we zeggen: dus dat is het, dit moet het zijn. Nee. Maar je hoopt dat er gewoon op basis van die aannames. op basis van een transparant model wat je laat zien. Anderen zeggen ja, maar als ik daarnaar kijk, je hebt deze aanname gedaan. Nou, ik doe een wat andere aanname en dan ziet het er zo uit. En dan zou het ja. best kunnen zijn dat het misschien nog beter past. Of dat het wat anders wordt. Of dat je kan zeggen ja, maar er zit een andere factor die je eigenlijk nu niet ziet, maar die veel bepalender is. Maar als er bijvoorbeeld een factor is die gezegd wordt, ja, er uh, is nog veel meer waardoor je uh, gezondheid is aangetast. Dat zou ja. bijvoorbeeld een van de dingen zijn, maar dan zou de. de de lijn van overlijden een veel stabielere lijn moeten zijn. Precies. Want als het bepaalde ja. curves heeft en die ja. curves volgen iets anders... dan zou er een verband kunnen zijn. En dan moet je op zoek gaan, zit er een verband... of kan ik een andere verklaring voor vinden? Ja. En wat je hier ziet wel, is dat deze opgang naar boven... Ja, want we, deze hebben hier, meer, we, we, hier, we zijn begonnen natuurlijk met vaccineren begin 2021... En dat kwam in de versnelling. Dat ja. is uh, zo in maart, april. Hè? Ja. Dus dat hier, uh... En dan is zomer. En dan is dit de eerste, bo de, de eerste booster? De, dit, is de, dit is de eerste booster. Ja, en dit is de, 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 derde, de, de laatste. Oh ja, nou, nee, maar dan zijn we toch al vaker uh, gevaccineerd. Uh, ja, dit is misschien ja. ook nog heen geweest. Maar in ieder geval. Uh, want, oh, dit is, de, dit is die van het najaar. Ja, maar dit zijn de officiële cijfers ja. van het RVM van de. Ja, booster. ja. Dit ja is want dit, dit. is dus die. Met, uh, waar het gaat om. Um, uh, de, de data die je gebruikt, heb je dus gekeken naar de, de pure uh, sterftecijfers. Uh, dus, uh, ja, de totale uh, dus sterftecijfers. De, sterftecijfers, de, en de en die cijfers die... van corona die er ja, waren. Ja, de cijfers van, en de uh, vaccinatiecijfers. Je hebt ook all-cause mortality. Want dit, hebben... dit, wordt, dit wordt nog allemaal bijgehouden. Tuurlijk. Dus, ja, nee, maar eens even, even. Nou, nou de... De ja, die cijfers zijn er. De, over, de, de sterftecijfers in het algemeen worden wekelijks bijgehouden. Weet je, ja. die, die CBS, ook die oversterfte. En de sterftecijfers komen uit. En ook de sterftecijfers uh, door corona. Ja. Alleen die zijn, op dit moment, dat zie je ook, die zijn, uh, zijn ja. behoorlijk laag. Ja, um, la, laten we eerst even toch naar, naar, naar deze uh, kijken. Hè? Gewoon wat hij uh, ons leert. Dus, dus die die blauwe grafiek is of het blauwe deel, want het is, het dat is zit de over... hier helemaal onder. Ja. Dat is dat staat eigenlijk nog even helemaal los van uh, een, uh, door of met corona. Ja. Dat is gewoon mensen die komen te overlijden zonder dat corona daar op dat moment een rol in speelt. Um, en wat er dus wat er in deze grafiek aangepast is, is dat we wel de over- en de ondersterfte. Dus als er een grote piek is, ja. dan, dan zou er een soort ondersterfte moeten komen. omdat mensen eerder dood zijn gegaan. En die hebben we in de tabel en de grafiek meegenomen. omdat je anders de, uh, een lage sterfte ziet. maar die niet komen omdat de algemene gezondheidssituatie op dat moment beter is. maar omdat een deel van de mensen al dood is gegaan. die niet meer dood kunnen gaan op dat moment. Ja. En dat, dat, bijvoorbeeld, dat heb je ook in het verleden gezien, bijvoorbeeld in bepaalde landen. Als die het jaar voordat corona begon een hoge sterfte door griep had. hadden ze minder mensen ja. die door corona konden sterven. Dan als het jaar daarvoor. Omdat het, een die, hele... omdat het immuniteitssysteem, eh, wanneer je niet kwam te over. was dan toch redelijk sterk. Nee, maar ook, ja, maar ook mensen. de, de kwetsbare, de kwetsba hadden, over nee, maar, hadden nee, maar, overleefd. Nee, maar dat is precies. Ja, ja, dus degene die ja, qua immuniteit al kwetsbaarder waren. die waren al komen te overlijden. En nog steeds, wat het, wat het jammer is. dat dit soort gesprekken. dit soort discussies over. de ene kant denkt, denkt de andere kant en dit. dat je dat niet op. Zakelijke gronden op de data kan praten waarbij je van elkaar leert ja. en waar je bedoel, elkaar misschien kan overtuigen of kan leren of kan toevoegen, dat dat soort gesprekken eigenlijk na, na begin 2020 niet meer mogelijk waren. Ja. En dat de lakse ja. input van de meester, die, de Ronald Meester, die er veel van weet, deze mensen, er zijn nog een aantal anderen, ja. maar ook de, de, de mensen van het CBS en zo, maar dat dat gesprek niet tot stand komt en dat het alleen maar. In, 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 in kampen is. Ja, 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 maar goed, dat is de grote maatschappelijke beweging waar we sowieso in zitten. Ja. Hè, maar daarom hebben we dit, dit gedaan, om juist om daar een discussie over te kunnen voeren. Om ja. te laten zien, oké, okay, als dit de aannames zijn, dan komt dit eruit, is dit het patroon en dan zou dit de verklaring kunnen zijn. Laten we, laten we dan toch, toch even ja. kijken, hè, want je hebt inderdaad ook uh, bijvoorbeeld hittegolven uh, meegenomen. Uh, je ziet uh, opvallend wel een, uh, een parallel uh, met, uh, met pieken. Die, die, ja. die hier optreedt. Uh, wat, wat... En het interessant is deze fase. Hè? Nou, dat Namelijk we, daar dat... wou ik het over hebben. Okay. Ja. Dus, dus, want hier zakken we dus even naar beneden. Je zou kunnen zeggen dat dat volgt enigszins het patroon van die ondersterfte. De, 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 deze hier. Ja, maar dat was iets, ja, iets interessants in deze periode. Ja. Want normaal is er in. Ik zeg januari, februari is er griep. Ja. En in tweede, ook in 2022, in januari, februari, was er geen griep. Dus er was een veel lagere sterfte, omdat de sterfte van de griep in de verwachting zat. Wat er wel is gebeurd, is dat de griep in maart, april is gekomen. Ja. En hier zie je dus: dit is eigenlijk een, 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 een lagere cijfer, omdat er geen griep was. Ja. En hier is hij op een wij hadden natuurlijk ook dat... heel lang een, uh, die lockdown gehad ook, hè? Nog. Nou, maar dat Nee, was... maar dus, dus, dus zelfs in deze periode. Nee, maar dat was niet, de, 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 die was hier. Maar de, 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 de grieppatroon. Laten we zeggen, we hebben in anderhalf jaar eigenlijk vrijwel geen griep gehad. En toen de griep kwam, en dat is ook in meerdere landen zo geweest, mm -hmm. is het eigenlijk later gekomen. Dat is eigenlijk gekomen toen op dat moment de hoogtepunt van corona weer even voorbij was. En blijkbaar is een soort. Wissel, een, wissel. Een, een soort wisselsituatie. Mm. Dat, de, de, de Vanishing Act wordt dat ooit genoemd, daar hebben we ook samen over gesproken. Dat het blijkbaar altijd maar één prominente ziekte uh, kan zijn. Op dit moment zitten we echt weer in een fase. Waarin corona minder is, maar wel de andere uh, ademhalingen, ja. zoals ja. RSV en ja. de rio momenteel ja. erg heerst. Ja. Dat, nee, en dat, dat, is, ik, dat is omdat corona eigenlijk momenteel laag is? Ik heb het ook bij jongeren gezien, ook bij studenten. Uh, veel, veel uh, zware griepklachten. En een collega van mij, die ook echt enorm ziek is geweest van de griep. En toen kreeg hij daarna nog een keer corona overheen. Er was wel al een aantal keren gevaccineerd. Zie wel, ja, heel vervelend, weet je. Maar, maar toch echt nog stevige corona. Maar goed, de, de, als we dan verder kijken hier... dan de, de, komen we op dat meer zorgwekkende punt... dat het um, uh, ja, toch vrij constant hoog blijft. Ja, dat is... Terwijl hier... hier niet gevaccineerd wordt. Of vrijwel niet. Ja, maar da, dan maar... hier weer wel. Dan gaat hij weer even... Dan volgt hij dat even. Maar, maar dit is natuurlijk opmerkelijk. Hè? Ja, maar in het model... dat is wat de aanname is... dat... Als er vaccinatie sterft, is, hoeft dat niet per definitie alleen de eerste paar weken te zijn. Nee. Dat de, de werking daarvan een langere is, een aanname. Dat zit ook in, de, in deze beschrijving. Daarom heb je deze wat hogere cijfers, terwijl er weinig gevaccineerd is, omdat dat een nasleep ja, zou precies. zijn. Ja, precies. Dus het is die, die blauwe lijn, dit is weer het gemodelleerde effect ja. van, van wat vaccinatie zou, zou kunnen. Als je hem, ja, hem wil uitproberen. En, en dat klopt dan redelijk eigenlijk. Ja, dat, dat klopt vrij goed. En maar, maar dat wordt ook in het artikel gezegd. Ja, dat betekent nog niet dat, dat het oorzaak ja. en gevolg is. Alleen, we, we hebben dat juist gedaan, terwijl ja, in, sociale, in social media mag je het bijna niet zetten. Want dan word, dan word je weggebiept. Maar ja. Ja, als je wil praten over wat is nou echt de reden van die oversterft, dan zijn er allerlei componenten. En de bijdrage was, van, als we dit nou doen, dan klopt die modeling best aardig... Daar kunnen dus andere redenen zijn, maar dat betekent wel dat dit, dit moet mee in de discussie genomen worden en dat mag best door uiteindelijk worden afgewezen, ja, want... maar dan moet je wel een andere verklaring ja, hebben. Nou, wat, ik, wat ik zelf wel zorgwekkend vond in, in, in dit model was, was, was gewoon geponeerd en we weten helemaal niet of dat, of dat zo is, maar dit heb je gewoon gemodelleerd. Uitgehaald van een percentage dat er een vaccinatie 0,1% mortaliteit zou teweegbrengen. Op, op termijn, ja. Uh, op, dat zit in op, dit model? Op, op termijn, in dit model. Uh, en dat is, nogmaals, dat is allemaal niet bewezen, dat is een, een these. Uh, en maar dat, dus, daar heb je deze lijn eigenlijk op. Uh, op ja, deze op lijnen zijn eruit gekomen. Ja. Op de, dit, dit is, als je dat als aanname doet, dan komen deze cijfers eruit. En nogmaals, dat, dat hoeft niet waar te zijn. Dat, zeker, dat, bedoel, dat kan ja. je ook niet hard maken. Maar het gaat er wel om dat je daar, als je daar naar kijkt, dan vervolgens de discussie kan aangaan. Ja. Uh, hoe, hoe dat zit. En dat is wat steeds uh, niet gedaan of bijna niet gedaan wordt. Ja. Ik bedoel, het, het, Anton uh, Teunissen op zijn uh, virusvaria, die, 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 die besprak. De CBS komt met cijfers over de weekcijfers in november, elke week over. En er was. Elke week was het 100 meer dan de verwachte oversterfte. De oversterfte was boven een bovengrens. Dus de, ja. laten we zeggen, 3000 is verwacht. De bovengrens is, is 3500. En als het meer dan 3500 is, dan wordt het een oversterfte genoemd... omdat het de kansberekening en zo zit. Nou, vier, vijf weken was het uh, boven die 500. En toen kwam het op 450 uit, niet op 550. Ik zeg even een getal. Mm -hmm. Net onder die streep... En dat werd door CBS al bijna gezegd, triumfantelijk. Oh, nu is er, was er. Ja. Deze week was er geen oversterfte. Maar als je gewoon collectief keek wat er gebeurde. Ja, dat, dat getal had dik onder de nul moeten zitten. En niet op, uh, bij, bij dat gedeelte. Ja. En je merkte ook dat er een soort cosmetische situatie omheen ontstaat. In plaats dan, van dan heb je het weer over die modellen. Dus over welke periode laat uh, ja. je ze lopen. En hoe, hoe zwaar weeg je dat? Nou, zou deze verhoging dus ook nog weer te maken kunnen hebben. Met uh, wat je zei, lange, lange termijn effecten. Uh, daar, daar verklaar je dus niet die pieken mee, maar wel eventueel deze, deze hogere uh, lijn. Met de lange termijn effecten van, van allerlei maatregelen. Hè. Dus dat, dat, dat die, uh, laten we zeggen, dit blauwe deel toch te maken heeft met gebrek aan lichaamsbeweging, uh, allerlei stressfactoren op je werk, uh, rond je zaak, nou ja, maar, uh, dat zelfmoorden. Uh, bedoel, dat dat zou het mee allemaal op. En er wordt ook gezegd door sommigen weer dat het uh, een lange termijn van covid is. Ja. Dat daarmee ook de gezondheidssituatie op lange termijn is aangetast. Ja. En ook daar... Maar dan gaat het er weer om van... Hoe zie, hoe, komt dat dan terug in patronen? Of is dat een vrij rechte lijn en zo? En als het keur als het van de lijnen zijn, ja... Uh... Nou, en dan wordt het toch interessant om, om de populaties te gaan vergelijken ook. Natuurlijk. Hè? Dus, dus, dat, dus dan zeg je, oké... Okay, we... Welk deel van de bevolking, welke mensen zijn gevaccineerd die zijn komen te overlijden, welk deel niet. Hoe zit dat in andere landen? Uh, en, en Dan kun je dus weer die factoren gaan inbrengen. Ja, hè, om maar die, maar dat, uh... dat hebben we in Nederland, uh, doen we dat amper. Nou, omdat er eerst privacyredenen zouden zijn, wat echt onzin was, want er was best een mogelijkheid om die cijfers goed te analyseren. En ook, ja, ik bedoel, juist de relatie tussen gevaccineer, gevaccineerd en niet gevaccineerd in relatie tot wanneer ben je ziek geworden, ben je overleden enzovoort. Ja, dat, dat, dat zou een schattig materiaal kunnen vinden... waar mensen met verschillende insteken ontzettend veel wijsheid uit kunnen halen. En, maar dat, dat wil men blijkbaar niet. Dat ja. gebeurt niet. Je, je merkt nu wel dat uh, ook de, de, de Tweede Kamer toch wat, wat kritischer uh, aan het kijken is... ook naar het, naar het hele proces. Je ziet dat in het buitenland ook wel uh, beginnen... Um, hoe, hoe schat jij dit in? Want we, ja, we kunnen niet uh, dit, dit ononderzocht laten. Dat moet toch, uh, nou, ik bedoel, we hebben het te maken met een heel serieus uh, uh, verschijnsel op het gebied van volksgezondheid. Uh, dus dat moet worden onderzocht. Ja, dat zou we wel denken. Maar ik, ik ben gewoon zo bang dat mensen zulke harde posities hebben ingenomen. Dat... Zo stevig waren in de afgelopen twee, anderhalf jaar over dat onderwerp. Ja, dat, dat, dat gewoon de onderste steen niet boven komt. Dat er op dat punt uh, er geen vrijheid is om het echt goed te onderzoeken. En dan een soort uitkomst te hebben waar we, waar we met elkaar ook wat leren voor naar de toekomst. Maar toe. je ziet wel dat het in andere landen uh, ook, ook gebeurt. Dat het in het ene land ook verder gaat dan in het andere. -hou je, dat, hou je dit, uh, laten we zeggen, on onder de pet? Hou je dit ononderzocht? Nou, maar wat, maar wat mij vooral opvalt is. Hoe weinig de Nederlandse media aandacht schenkt aan informatie in andere landen. Ja. En dat ook niet gebruiken. Om de deskundigen in Nederland mee te confronteren. Ja, eigenlijk. Wat in deze ja. tijd van globalisering? Zou je zeggen, het is zo eenvoudig om nu gewoon te kijken wat er in Denemarken gebeurt, of wat er in Engeland gebeurt. Alles het is open source, je kunt wetenschappelijk onderzoek lezen, uh, artikelen. Ik bedoel, ja, het is allemaal bij de hand. De he? Kijpers hebben op 1 in, in, in oktober toen het ging over, toen werd de vraag gesteld over de evaluatie. Nou, toen zei hij, ja, de, het, is, het heeft allemaal gewerkt, want alle cijfers zijn naar beneden gegaan. Uh, dus de maatregelen hebben gewerkt. Ik heb op mijn, toen heb ik een artikel geschreven, en toen heb ik een tabel laten zien. Onze besmettingen in Nederland, of ziekenhuisopnames, en dat liep zo, zo en zo. Mm -hmm. En toen zei je: alles heeft gewerkt. Hè. Dit is 2022, toen waren er geen maatregelen. En toen ging het ook zo. Maar wat het punt is, vervolgens zegt hij, en we hebben een combinatie van maatregelen, die zijn niet los van elkaar te zien. Maar wat natuurlijk wel is, in, in diverse landen zijn ja. niet altijd dezelfde maatregelen. Ja, gemaakt. dus dat kun je gaan vergelijken. In Amerika hebben ze een ontzettend verschil met het gebruik van mondmaskers per staat en zelfs binnen staten, ja. binnen counties. En dan zegt hij, ja, het, is niet, het is niet los van elkaar te zien omdat we de maatregelen door elkaar hebben genomen. Kijk dan naar andere landen, dan kan je bijna voor iedere maatregel. Gewoon het effect daarvan. Ja, en ook daar geldt weer, je kunt het allemaal in je model opnemen. Dus wat is het gemiddelde lichaamsgewicht bijvoorbeeld? Van, of of, of de, de body mass index. Ja, die relatie is dus die, duidelijk. Dus, die, dus die, dat, dat wisten we ook al in 2020 dat dat een factor was. Nou, in Amerika heb je natuurlijk veel meer zwaarlijvigheid. Dus wellicht ook dat daar de effecten van vaccinatie weer anders zijn dan in een hypergezond land als Zweden. Je kunt het allemaal. Uh... Het, het aspect aspiratie bij het vaccineren. Ja, ja. Aspiratie betekent ja, ja, dat ja, ja, je dat eerst. Je even die, uh... Ja, maar goed. Voor de... ja. Dat, dat, dat je dan als je als je injectie doet, dat je eerst kijkt of je misschien niet in de bloedbaan zit. Zodat het in de ja. injectie in de spier komt en niet in de bloedbaan. Want daar mag je eigenlijk niet komen. Dat is ook niet gebeurd, aspireert. terwijl sommigen zeggen. Uh, Campbell zegt uh, altijd vanaf het begin ja. zegt hij. Dat je altijd bij vaccinatie. Uh, Aspireren omdat ja. we dan niet willen dat het de bloedbaan in Ja, krijgt. sommigen betwisten dat overigens. Ja, ook, maar goed. Ja. Maar... maar je kunt het onderzoeken. Ja, je, je kan het onderzoeken. En wat ik ook een fascinerend onderzoek vind, waar ook. Slecht mee mensen omgegaan. Ik ben nu echt meerdere onderzoeken tegengekomen, waar bleek dat het vitamine, vitamine D3-gehalte ja. zo'n een, een, een factor speelt. Ja, dat is ook altijd betwist. En, en de, en maar het maar echt, een... ik bedoel, er was een studie in een Israëlisch ziekenhuis, ja. waar, ze, waar ze al jarenlang de, de, de vitamine-gehalte van de mensen wisten en meten. En vervolgens gekeken hebben hoe, grond, hoe erg waren de ja. patiënten. In relatie tot corona. En dat was gewoon een hele duidelijke relatie. En nu net in Amerika. Een groot onderzoek onder veteranen. Waar ook het D3 gehalte en zo is gegaan, waar ook positieve resultaten ja, zijn. Ja, dat is, dat is opmerkelijk. Want er is ook echt. In, ook in de reguliere media kan me dan nog een hele publicatie van RC Handelsblad herinneren. Waarin eigenlijk ook, ook dat werd. Uh, ja, toch wel wel werd. werd uh, 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 betwist. Ja, Marcel uh, Levy heeft uh, er in zijn column geschreven uh, dat het onzin was. Ja. Uh, Terwijl ja, nu, nu de studies toch echt wel uitkomen. Uh, ja, die, die wijzen dat... Uh, ik bedoel, ik heb zelf vanaf dag één... ben ik het gaan gebruiken, mede op basis van ja. studie. Maar het, het punt is, ook daar heb je het gevoel... Ja, het zijn dogma's waar je gewoon ja, niet volgens af... mij nu uit het ziekenfonds. Uh, niet dat het ja, nou zo'n uh, D3... Ja, D3 enfin, is... Ziekenfonds, uh, ja, uit het uh, pakket. <laughs> uit het, ja, nee, d is niet meer... Nee, mijn, mijn, mijn vader vertelde het. Ja, ja ik deed het er zei: Nou, uit. gewoon blijven slikken, pa. Dan kun je geen buil aan vallen. Het kost ook niks. Ja, ja. Dus maar het is eruit. Uh, omdat het. Ge... Dat was ook trouwens dat het gebruik was te, te groot Dus ze zouden bezuinigen. Maar nu was het zo. Maar het kost helemaal niks. Nee, ik maar de grap deed... was nu dat ik van dokteren hoorde. dat je onder speciale gevallen. bij speciale patiënten het wel mocht voorschrijven. Maar wat je dan voorschreef was zo duur. dat de hele bezuiniging die eruit zou komen uit de uh, vitamine. eruit als. Uit het gehele pakket. Een gek, verhaal, dat 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 het... daar dat dat, ja, dat, dat dat de kosten de... gemaakt worden. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval. Okay. Uh, ja, uh, uh, afrondend, uh, Maurice. Uh, ja, we, we, we gaan natuurlijk. Uh, 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 we, zitten, we zitten al in het najaar van de winter in. Uh, het lijkt toch op dat, dat, dat uh, corona wel echt wel op zijn retour is. Uh, natuurlijk kun je er nog goed ziek van worden. Um, ja, het is endemisch. Uh, nou, dat, dat ontkennen ze in China nog een beetje. Maar uh, ook daar lijken ze toch wel uh, het roer om te moeten gooien. Um, ja, ja, wat... Tegelijkertijd uh, gaat er nog steeds toch dreiging vanuit. Uh, uh, zo wordt het ook door mensen ervaren. Uh, wat, 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 wat zouden we moeten doen? Ja, wat, wat, wat je nu kon verwachten en kan verwachten in de komende tijd, is dat die andere. Uh, ziekte van je ademhalingsorgaan. Die verschillende andere virussen. Ja. ja, die gaan volgens mij vooral uh, meer toeslaan dan normaal. Omdat ze ook een tijd weg zijn geweest. Mm -hmm. Dat heet. de uh, uh, immuniteits. Uh, 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 hoe heet dat ook weer? Maar ik kom niet op goed door. Mm -hmm. Maar. Uh, eigenlijk een tekort. Je hebt, je hebt een tijd lang geen contact gehad ja. met, met dat geheel zodat je je saldo, je bescherming is te laag. Dus is, is ja, je bent gewoon kwetsbaarder. Dus, dus ja. daardoor kan het meer toeslaan. En als een, ook dat heb je gezien in het verleden, bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep, als een bepaalde andere virus overheersend gaat worden, dan verdringt hij als het ja, ware op de andere. Ja. En ja, ik denk dat we best een periode ingaan in de komende tijd, waarin die andere uh, uh, virussen uh, de, de, de overhand hebben. En daarbij ook best de maatschappij. Uh, wat zal bemoeilijken wegens uh, tekort aan personeel ja. enzovoort. Ja, uh, maar, maar goed, dus, uh, de, de, dit, dit was een, uh, een uh, onderzoek naar oversterft en vaccinatie. Is dat, is dat iets wat, uh, wat we nu toch echt moeten oppakken? Nou ja, dat Op basis ik... van um, wat we hier ook weer zien? Nou, ik denk dat dat punt... Kijk, ik, ik denk dat het punt een relevante is, want er, er worden ook claims gemaakt die ik ook niet duidelijk weet, want dat op lange termijn. Ja. We weten niet op lange termijn wat het effect is van mRNA-vaccinaties. Nee. Uh, daar zijn allerlei soorten mensen absoluut veilig ja. aan de andere kant. Maar ja, ze zullen het ook voor andere uh, vaccins gaan ja. zetten. Dus het is vooral een onderwerp waar je ook het langere termijn-effect uh, goed moet bekijken... en moet kijken ja. van, uh, ja, <laughs> in hoeverre ik kan dat wel of geen schade opleveren? Want laten we wel wezen, we hebben geen... We hebben niet een normale procedure gevolgd nee. destijds van ten aanzien van de toelating daarvan. En wat je nu erg merkt, uh, ja, dat, het, dat, dat het op een bepaalde manier ook niet objectief meer bekeken wordt. Waar ik trouwens ontzettend om heb moeten lachen, is van dat hele Ivermectine-verhaal. Wat er dan ook een beetje... Ivermectine werd helemaal weggeschreven. Ja. En dat was alleen voor, voor paarden en zo. Van Rans, dus ja. Alleen als je een paard bent, moet je het nemen. En nu las ik ineens over schurft. Dat wat, wat ook behoorlijk heerst, eh, dat bij schurft ivermectine zo goed eh, is. <laughs> ja. En dan niemand... Dat, eh. <laughs> ja, ja, uh, ja daar uh, dat was het een uh, middel entegen. voor. Daar ja. ja. was het een middel voor. tegen, ja. Maar dus, dus je ja, ik denk dat er dat, dat toch bij veel mensen het soort vertrouwen in de, de, de medische... Ah, ja. Maar je dat hoort dat... ook dat het aantal vaccinaties voor andere uh, ja. vaccins afnemen. Ja. Ja. ja, nee, maar goed, ik denk dat... Uh, het, dit is natuurlijk geen antivax-verhaal... Uh, en je moet het vooral daarin zetten waar het, uh, waar het nuttig is. Maar dat betekent wel dat je het ook uh, goed moet uh, monitoren... en evalueren en kosten en baten afwegen. En uh, ik denk in ieder geval dat uh, ook, ook, ook uh, dit soort uh, onderzoekingen... wel kunnen bijdragen om het wat scherper in kaart te brengen... van wat er nou eigenlijk gebeurt. Ja, en, dat, en, dat, dat en, was en... ook de bedoeling, om... om... Om die en eventueel overdraven. dan de, uh, mogelijke andere verklaringsgronden te vinden. Uh, ma maar het is natuurlijk niet uitgesloten dat, uh, dat dit toch uh, wel degelijk ook meespeelt in, uh, in, in de cijfers die we nu zien. Ja, wat belangrijk is, omdat wat ik toevallig net voordat ik hier kwam uh, las... dat er is nu een budget, hè. ze hebben gezegd we ja. gaan onderzoek doen... en onafhankelijke onderzoekers mogen bij zo'n centrale instantie mm -hmm. een, een onderzoeksvoorstel indienen... En die mogen doen. En Ronald Meester heeft dat ook gedaan. En zijn voorstel is afgewezen. Dat is jammer. Dat is heel jammer, ja. Heel ja. bijzonder. Goed, uh, Maurice, dank weer voor je uitleg. Ik denk dat het een, uh, een belangrijk thema is. Er is het nog niet het laatste woord over gezegd. Nee, zeker niet. Uh, maar uh, we zijn weer even op de hoogte. En ik denk dat uh, het appel dat er vanuit gaat uh, heel, uh, heel helder is. Dus uh, dank daarvoor. Graag gedaan. En ja, dank aan de kijkers ook. Wanneer je nu nog kijkt, wil ik je toch attenderen op onze eindejaarsactie. Als het goed is, komt rechtsboven in beeld ook een icoontje. Druk daarop. We hebben jullie steun hard nodig. Ook voor komend jaar, waarin we weer programma's zoals deze willen maken. Dus doe mee en kijk ook 30 december naar onze eindejaarsavond. Dankjewel.